Zo, dat is hier een vrij speciale vorm, hè? Ja. Van blad. Welke is dat? Dat is de moerbei die we kennen onder naam dakmoerbei. Ja. Dat is een soort die komt uit de zuidelijke eilanden van Japan. Maar. Heet eigenlijk Morus Kagayame. Wordt veel op de markt aangeboden als Morus platanifolia, maar die naam bestaat eigenlijk niet. Dat is een uitvinding van een of andere kweker. Het is een dakplataan, maar dan met moerbeen. Dus eigenlijk heet die Morus Kagayame. En dat is een heel sierlijke vorm, omdat die dus echt zo'n speciaal blad heeft. En bovendien kan die inderdaad heel gemakkelijk tot een dakvorm geleid worden. Ja. Die variëteit, enfin die soort, kan het zo zijn, wordt in de handel meestal aangeboden als mannelijke vorm. Dus vruchtloze vorm. Hè. Dus die vormen dan in de lente wel katjes, maar die vallen allemaal af. Eenmaal dat het stuifmeel eraf is. Maar vruchten komen daar dus niet aan. Dus als ik het goed begrijp, kan je die dus in een dakvorm leggen en draagt die vruchten, wat dat in een klopt. Voedselbos wel ideaal is. Ja, en daarvoor vraag ik mij af. Dus maar om de dakvorm te verkrijgen, moet die wel gesnoeid worden. Hè. Die groeit dus niet vanzelf in een dakvorm. Hè. Je moet dat zelf leiden. Er zijn heel weinig bomen die vanzelf in een dakvorm zullen groeien. Hè. Dus je moet wel degelijk leiden. Ja, ja. Klopt. Ja. Oké, wat ik mij nu afvraag. We zijn allemaal voedselbosfreaks. We willen voedselbossen aanleggen. En moerbei zien we als een vrucht die heel interessant is daarvoor. Maar je hebt die dus in allerlei groottes, formaten, allerlei variëteiten. Kan ik je kort vertellen wat dat je het beste kan doen in een voedselbos? Als je dat wil kweken in een voedselbos, dan ga ik er een beetje van uit dat je daar eigenlijk niet te veel aandacht wil aan besteden, dat dat dus vrij kan groeien. En dat is eigenlijk de bedoeling van het voedselbos. Nu, er zijn veel moerbeivariëteiten die redelijk lentevorstgevoelig zijn. Er zijn er ook enkele die niet winterhard zijn, maar enfin, die gaan we nu buiten beschouwing laten. Maar er zijn redelijk wat moerbeivariëteiten die lentevorstgevoelig zijn. En om dat aan te planten in een voedselbos lijkt mij niet zo'n goed idee, omdat je die dan, als het probleem zich voortdoet, zou je die wel moeten beschermen tegen de vorst. Dus dat gaan we buiten beschouwing laten. Nu, wat dat betreft, zijn er eigenlijk dus maar een beperkt aantal variëteiten die echt heel robuust zijn en die perfect in aanmerking komen voor een voedselbos. Er zijn een paar witte moerbeien. Witte moerbei wil daarom niet zeggen dat de vruchten wit zijn. Witte moerbei is een soort. Nu, die komen voor, de witte moerbei, vanaf het tropische gedeelte van Azië tot aan het Arctische gebied, tot aan Siberië. Dus dat is een heel grote range. Nu, de soorten die dus in het koudere gebied groeien, die zijn uiteraard perfect winterhard. Die lopen in de lente ook later uit, ja. En die zijn perfect geschikt voor voedselbos. En welke zijn er bijvoorbeeld? Wat dat de variëteiten betreft, bijvoorbeeld de twee beste zijn lavendel, dat is een witvruchtige, die heeft een licht lavendelkleurige vrucht. En Rups Romanian is ook een hele goeie. Die zijn beide winterhard, die lopen toch laat uit in de lente, ja. En worden meestal niet aangetast door lentevorst. Vervolgens is er ook nog de rode moerbei, dat is de Amerikaanse rode moerbei, ja. Morus rubra. Nu, die heeft gewoon als voordeel dat die in de lente heel laat uitloopt. Dus dat is sowieso als soort een van de laatst uitlopende moerbeibomen. Die vruchten zijn altijd zwart, die hebben een heel lekkere zoetzure smaak en die zijn ook perfect voor een voedselbos. Bovendien hebben die ook een heel lange vruchtdraad. Dus de vruchten rijpen van begin juli tot eind augustus. Wauw, dus een hele zomervakantie. Dat is een heel lange oogstperiode. En dan is er uiteraard ook nog de zwarte moerbei, Morus nigra. Dat is een speciale, hele lekkere vruchten, maar je moet wel veel geduld hebben. Ja. Wat jullie met veel geduld hebben? Plus dat je plant die boom eigenlijk voor de volgende generatie. Dus als ik hem vandaag in mijn voedselbos plant, hoe lang duurt dat tegen dat hij vruchten heeft? Eer die echt goed volop vruchten gaat dragen, eer die begint, zal toch wel een jaar of 10 zijn. En toch 15 tot 20 jaar eer die echt goed gaat produceren. Amai, ja. Dus het is eigenlijk voor de volgende generatie. Te zien hoe oud dat je bent. Dat is een ontzettend lekkere best natuurlijk. Hè. Ja. En de zwarte moerbei,
loopt in de lente heel laat uit. Het is eigenlijk de laatste boerbei die uitloopt in de lente. Ja, en wat zijn daar de beste variëteiten van? Ik kweek een variëteit, een type noem ik Aalst, omdat die soort, deze moerbei komt uit de streek van Aalst. Ja. En van alle moerbeien die ik ken, zijn dat eigenlijk de mooiste, grootste vruchten. Ja. In Aalst staan heel veel moerbeien, dat is allemaal één en dezelfde kloon. Ja, mensen weten dat niet, maar er staan echt heel veel moerbeien, meestal in binnentuin, dus je ziet die eigenlijk niet. Aalst, de moerbeihoofdstad van België. Zo is dat, ja, zo is dat. Allee, jong. Maar dat zijn dus echt prachtige, heel grote, lekkere vruchten. Want er zijn effectief ook zwarte moerbeien die toch eerder kleine vruchtjes geven van ongeveer de helft van het formaat van die zwarte moerbei, de Aalst. Als je dan nu een voedselbos wil planten, je hebt dus die variëteiten gezegd, dat je zegt van dat zijn jouw favorieten en dat je vindt de beste. In welk formaat plant je die dan? Zijn die altijd in hoogstamformaat of kan je die ook in dwergformaat kopen? Of ja, hoe hoog worden dus de moerbeien worden over het algemeen, de meeste variëteiten, ongeveer zo'n 10 meter hoog. Dus en 10 meter moet je breed denken, ook? Ongeveer, ja, die breed, iets minder breed, maar toch dat formaat. Je moet denken aan een hoogstam appelboom, zo groot wordt een moerbei. Of een berkenboom bijvoorbeeld, zo groot. En moet je die dan op 10 meter van elkaar planten? Dat is best, ja. Dus dat is, hier in de kwekerij staan ze dichter op elkaar, maar dat is uiteraard omdat ik ruimte nodig heb om de collectie te kunnen aanplanten. Maar het is in de alle regel 10. Het is ook zo dat moerbeien uiteraard zon en licht nodig hebben. Als je echt dichter op elkaar gaat planten, dan ga je dus taksterfte hebben onderaan. Uiteraard, de bomen zoeken het licht. Hè. Dus ga je echt topgroei hebben en de onderste takken die zullen wegkwijnen. Hè. Dus een mooie boom heeft veel licht nodig, volle zon. Dus. Okay. Maar, wat het formaat betreft van de moerbeiboom, dus die worden allemaal ongeveer 10 meter hoog. Als je de plaats niet hebt, dan zijn er ook enkele dwergvormen. Dus de dwergvormen worden ongeveer een viertal meter hoog. Ja. Als je die nooit volop laat groeien, ongeveer een viertal meter. Ja. En welke variëteiten zijn dat dan? Dezelfde of andere? Ja, er zijn een aantal variëteiten. Shaanxi moerbei is er. De beste van al is Gérard de Dwarf. Dat is een Moeris rubra. Dat is een ongelooflijk lekkere. Die vormt een kruin van ongeveer 3 tot 4 meter, zonder daar ooit aan te snoeien. Die produceert gigantisch veel bessen en die zijn heel lekker zoetzuur. Dat is eigenlijk de dwergvariëteit die ik aan iedereen aanraad, omdat die de allerbeste smaak heeft en de langste vrucht draagt. Okay. Er zijn nog een aantal andere, de welgekende Mojo Berry is er ook een van. Wordt hier ook wel verkocht onder de naam Charlotte Rus. Dat is een beetje van een verkoopstunt. Dat zijn eigenlijk... Dat is een variëteit die 40 jaar geleden ontwikkeld is in Japan. Door Matsunaga, dat is een bekende Japanse kweker. Maar gedurende die 40 jaar is er eigenlijk weinig mee gebeurd. En plotseling de laatste jaren... Is die gehyped? Is dat in de kwekers al opgevallen. En, omdat het een dwergvorm is, maar de besjes zijn eigenlijk nogal klein. En hebben niet zoveel smaak eigenlijk. Ja. Dus niet dat ze slecht zijn, maar er bestaat veel beter dan dat. Ja, ideaal. Dus we hebben geleerd dat moerbeiboom 10 meter uit elkaar moeten staan. Als je niet zoveel ruimte hebt, dan heb je de dwergvariëteiten die maar 4 meter worden. En die planten dan 4 meter uit elkaar? Toch ook liever ietsje meer, maar 4 meter gaat wel. 4 ja. meter minimum uit elkaar. Mm-mm. En je hebt de beste variëteiten gehoord. Ja, merci voor de uitleg daarover. Graag gedaan.